Naar aanleiding van de uitzending van Koffietijd over bonds heb ik nog heel veel vragen gekregen van mensen die toch twijfelden of iets echt of nep bonds was. En toen dacht ik van nou, ik ga het gewoon nog een keertje uitleggen. Want ik heb het bond dat ik van Bond voor Dieren heb geleend hier nog steeds in huis. En dit bijvoorbeeld, dat zijn de ruggetjes van twee wasbeerhonden. En ik kan me bijna niet voorstellen dat het in mijn studeerkamer ligt. Maar echt, dit waren twee wasbeerhondjes. Je ziet ze als kraag echt overal in het straatbeeld. Nou, hoe kun je nou zien of dit echt of nep is? Je voelt het. Het is heel zacht. Nepbont is veel ruwer, een beetje plakkeriger. En als je blaast, kijk. Dan zie je dat die haartjes echt heel licht bewegen. Dat is bij nepbont anders. Wat je ook kan doen is een stukje eruit trekken. En als je echt bont aansteekt, dan ruikt het naar, nou ja, zoals je je eigen haar in de kaars wel eens geroken hebt. Zo ruikt dit ook. Als je nepbont in de kaars houdt, of in een vlammetje, dan ruikt het naar een synthetische stof. Want dat is het. En wat ook nog een hele goeie is, je zou het niet geloven, maar dit is dus nepbont. Als je daar met een naald doorheen steekt, dan gaat het heel makkelijk. En dat komt omdat hier stof onder zit. Als je nou naar echt bont kijkt en je steekt daar met een naald doorheen, dan zie je dat dat veel moeilijker gaat. En dat is ook logisch, want hieronder zit huid. Dit is een vachtje van een dier en dat zit aan een huid vast. Dat is leer, dus je steekt daar moeilijker met een naald doorheen. Nou, waar ik me gruwelijk aan erger, dat zijn de mensen in de winkels die allerlei redenen bedenken waarom het toch niet zo erg is om bont te dragen. En dit is de meest gehoorde reden, denk ik. Dit is namelijk coyotebont. En wat zeggen ze dan in een winkel? Van ja, maar dit is niet zo erg. Want dat is van een dier wat in het wild heeft geleefd. Nou ja, dat klopt. Maar die dieren worden met een wildklem gevangen. En zitten soms dagen met hun poot in die klem vast. En dat is zo pijnlijk dat ze zelfs proberen om hun eigen poot eraf te bijten. Hier wil je niet mee lopen met dit ernstige dierenleed wat hier aan vastkleeft. Dit zie ik ook echt superveel in het straatbeeld op dit moment. Zeker nu het weer kouder aan het worden is. Hartstikke echt. En ja, dan denken mensen misschien het zal wel nep zijn. Maar dat is het niet. Het is echt. En dit hier is eigenlijk het laatste wat ik wil laten zien. Een sleutelhanger. Dit is in de vorm van een konijntje. En ik zie ook heel vaak van die ballen. En die hangen ook aan sneeuwlaarzen en mutsjes en sjaals. Maar dit is konijnenbont. En hiervan wordt gezegd van ja, maar dat is een restproduct van de konijnen uit de vleesindustrie. Wat ik trouwens ook verschrikkelijk vind. Maar het idee dat het een restproduct is, dat klopt niet. Deze konijnen worden langer gehouden om die vacht mooier te krijgen dan vleeskonijnen. Dus dat is een misvatting. Dus ook hiervan, koop het niet. En kijk vooral gewoon van, is het echt? En eigenlijk zou ik zeggen van, joh, koop het gewoon helemaal niet. Want als het niet meer in is om met zo'n kraag te lopen, of het nou echt of nep is, dan weten we zeker dat er uiteindelijk een einde aan komt. Wil je nog wat doen? Kijk dan op www.bondvoordieren.nl. Ik heb deze trui daar bijvoorbeeld gekocht. En daarmee laat ik zien dat ik echt gewoon vind, fur free, draag het niet. Je bent veel mooier zonder het vachtje van een ander. Dankjewel.